Nou, we hebben een nieuw vriendje. Een vriendin van de sportschool die belde dat ze hem gevonden had. Ik heb hem net wat brokjes gegeven. Er was een auto die had hem mogelijk bijna aangereden. En die zou gezegd hebben van, oh, rij maar door, hij is al lang dood. Maar hij was niet dood. Hij is overdag is hij aan het lopen. Hij is dun, hele ingevallen ogen, heel hongerig. Kijk, ik heb hem brokjes gegeven, hij eet meteen. Dus ik ga hem lekker even pamperen. Ik ga een bak voor hem maken. Met een warmteplaat. En goed egelvoer. En misschien maak ik ook nog wel een papje voor hem. Ik heb hem net behandeld tegen beestjes. Hij heeft een paar teken. Dus over een uurtje zijn die er allemaal afgevallen. En die kan ik er dan makkelijk. Hij zit op een wit doekje, zodat je goed kan zien of hij verder het beestjes heeft gehad. Ik stop hem lekker in. Hij kan hier even een poos zitten. En dan gaan we kijken of we hem weer een beetje fit kunnen maken. Misschien kan hij dit jaar nog uitgezet worden. Dat zou wel het leukste zijn. Nou, de bak is opgezet. De warmteplaat staat aan. Brokjes erin. Ik krijg nu nog eventjes wat water. Zo. Dat is het laatste beetje om te doen. Gaan we eens eventjes tevoorschijn toveren straks. Zo, mag die aan die kant. Ik kan hem niet helemaal zien, maar daar ligt hij. Nou, ben benieuwd.